Voorhout kun je goed je boodschappen doen. Je kunt er lekker op het terras zitten of een hapje eten. Herenstraat is de belangrijkste winkelstraat in het centrum en is langgerekt. Het gedeelte over het spoor, waar de Albert Heijn is gevestigd, staat een beetje los van de rest van het centrum. Het is een drukke straat met veel fietsers en automobilisten. Er wordt veel geparkeerd en overgestoken. De verkeerssituatie is onoverzichtelijk. Het plein bij de kerk zou beter gebruikt kunnen worden, zodat het echt een prettige plek is om te verblijven. Met uitzondering van de terrassen zijn er nu geen plekken waar je even rustig kunt bijpraten. Zo kan het anders in Voorhout. Nadat gebruikers en deskundigen hun verhaal hebben gedaan, is er een eerste ontwerp gemaakt. De Herenstraat wordt aangepast. We hebben een visie gemaakt voor Voorhout en een van de belangrijke onderdelen daarin was de Herenstraat. Die wordt nu als onveilig ervaren en daar willen we ook wat aan gaan doen. Eigenlijk willen we nu, voordat de Noordelijke Randweg is geopend, willen we al aanpassingen doen in de Herenstraat. Denk bijvoorbeeld aan oversteekbaarheid of de kruispunten anders inrichten of wat meer groen in de straten aanleggen. En straks als de Noordelijke Randweg is geopend, gaan we kijken wat voor maatregelen we nog meer zouden kunnen nemen in de Herenstraat. Het plein bij de kerk als ontmoetingsplek. Uit de visiegroep is gebleken dat er eigenlijk niet echt een centrale ontmoetingsplek is in het centrum. En eigenlijk kunnen we de plein voor de kerk kunnen we daar hartstikke goed voor gebruiken. Dus we willen eigenlijk dat plein gaan herinrichten tot de ontmoetingsplek van Voorhout. En daarnaast kan het plein ook helpen om de Herenstraat uiteindelijk ook verkeersveiliger te maken. Het centrum wordt compacter. Het centrum van Voorhout is behoorlijk lang gerekt. En om het centrum in de toekomst vitaal te houden en om leegstand dus ook te voorkomen in Voorhout, willen we het centrum compacter maken. En dat betekent dat de zuidzijde van het centrum willen we in de toekomst, of wat op langere termijn, willen we gaan veranderen naar wonen. Albert Heijn hoort echt bij het centrum. Je ziet nu dat Albert Heijn eigenlijk niet goed betrokken is bij de rest van het centrum van Voorhout. Dat heeft ermee te maken dat enerzijds ligt er een spoorwegovergang, of een spoor ligt eigenlijk tussen de Albert Heijn en het centrum. En de entree van de Albert Heijn ligt eigenlijk niet aan de goede kant. Daarom willen we daarop ingrijpen en willen we eigenlijk de Albert Heijn een tweede entree geven aan de kant van het centrum, dus aan de kant van de Herenstraat. Op al deze punten is verbetering mogelijk. Er is nu een richting voor een volgende stap. De opmerkingen en suggesties die we kregen worden meegenomen in de uitwerking van de plannen. Deze samenwerking tussen inwoners, ondernemers en gemeente is de basis voor succes. En over 10 jaar? Dan is Voorhout een centrum waar je fijn je boodschappen kunt doen en elkaar kunt ontmoeten. De Herenstraat is aantrekkelijk en veilig ingericht en het plein voor de kerk is een centrale ontmoetingsplek geworden. Het centrum is compact en kent weinig leegstand. En of je nou op de fiets of met de auto naar het centrum komt, er is voldoende parkeerplek.